Zeemanshuis Oost-Voorne. Daar staat de beheerder, meneer Van Os. Goeiedag. Die heeft nog wel even wat te vieren, maar ook volgens mij wat aardprop. Waar we het omstandig over kunnen hebben. Maar we staan nu te wachten op de 6000 bezoeker. Nou, het wordt al 6001 om officieel te zijn. Want gisteravond is de 6000 bezoeker binnen 2 jaar. Ja, dat was te vroeg, dus ik ben weer te laat. Je bent eigenlijk een beetje te laat, hè? En wie was dan de officiële 6000ste? Dat was een mevrouw. En dat was ook wel heel erg leuk. Want normaal, hè, iedereen denkt een zeeman. Hè, zeeman, dus dat zijn alleen maar mannen. Ik laat even gelijk ook, de brochure zien. Ja, maar zee vrouwen, hè? Opgehaald met het gratis bus. Vervoer. Ja, we hebben een eigen bus rijden. Dat klopt. En die bus is gesponsord door de Stichting Welzijn Zeevaren. Maar dit is eigenlijk vrij uniek geheel, heb ik begrepen. Want jullie zijn een van de weinigen die nog voor die zeemannen en zeevrouwen, in dit geval, die zeelui, gelegenheid bieden. Ja, dat klopt. Want we hebben hier de man, lopen we eens eventjes. We moeten hier naar beneden. Dan gaan we straks naar binnen. Dat is de officiële entree. En dit is dan cultureel centrum De Man. Juist. Daar kunnen ze ook naartoe. Hè. Daar kunnen ze zelfs boven een biertje halen als ze willen. Maar ze hebben in ieder geval hier altijd goesting en lust aan en van. Ja. Want ze willen graag een beetje de Rotterdamse haven intrekken. Ja, ze willen de rust van het passagieren. Dorp. De rust van het dorp vinden ze hier heel erg mooi. Dus het gratis vervoer. En dan gaan ze naar beneden toe, dan gaan ze inschrijven. You have to go downstairs. Go down this way. Yes, this way please. 然后再要换钱走啊走啊然后这边是小镇的中心嘛然后往那边走一点是那个是超市嘛然后往这边这样走一点是一些商店什么都在这边周围那到超市的话大概是两分半到两分钟到三分钟 I don't want to disappoint you but you're not the 6000th visitor here. Yeah, otherwise yeah. You would get a present. Jullie zijn niet de 6000ste bezoeker, want die is er net voor geweest. It was a woman. But never mind. Okay. Have a nice time. Yeah, thank you. Thank you. Al het Rotterdamse Port Welfare Committee helpt ons goed, maar heel veel stichtingen helpen ons. En die zorgen, want jij hebt alleen nog in Schiedam hebben volgens mij, in de reparatiehaven hebben we nog een zeemanshuis. En that's it. En dan een Deens. Ja, dus hier in Brielen. Dat klopt. In Brielen. Ja, in Brielen hebben we nog het Deense zeemanshuis. Maar ze leveren Deense vlagschepen. Dus die komen niet hier. Ja, ze komen wel als het daar dicht is. Dan hebben ze niet veel vrijwilligers. Ik heb inmiddels 35 vrijwilligers. Maar daar hebben ze maar één vrijwilliger. Ja, dat is veel te weinig om open te gaan. En wij proberen 7 dagen in de week open te gaan in de toekomst. We zijn er nu nog 5 dagen open. Maar als we een grotere locatie hebben, hopen we ook veel meer vrijwilligers te krijgen. Hier zijn ze dan zichzelf aan het inschrijven. En dan vragen jullie een kleine bijdrage ook. Wij zijn natuurlijk een non-profit organisatie, dus wij leveren alle service gratis. Maar toch wel aardig wat aan tekort. Nou, we komen, op jaarbasis. Tuurlijk kom je altijd tekort, dus we krijgen best wel wat van anderen, van stichtingen en mensen sponsoren. Bijvoorbeeld de koffie wordt ook gesponsord. Maar ook de bus is, wat ik zeg, gesponsord. Allemaal dat soort bedrijven. De Port Welfare Committee geeft... Jullie zijn echt afhankelijk van goede tierentijd. Ja. En gelukkig hebben jullie... Wij hebben geen inkomsten. Ja, wij geven ook bedrijven... Kijk, net zoals hier van Ierland krijgen wij mutsen. We hebben ook van de Hebo heel veel. Er zijn bedrijven die geven deze mutsen aan ons. Wij vragen altijd wel een euro of een dollar bijdrage. Als ze een muts mee willen nemen. Want er zijn mensen bij. Die nemen er dan gelijk 6 of 7 mee. Ah, maar die nemen er gelijk 6 of 7 mee. En die hebben eigenlijk nog geen nagel om aan de grond te krijgen. Nee, want ze verdienen veel minder dan dat wij hier in Nederland gewend zijn. Even een blik werpen op het gezellige dorpsplein. Ja, je zag het, hè. Kunnen ze hier naar binnen? Of ja, vinden dat, er komen er alweer een paar aan, dus de uitbaat is niet zo fijn. Nou, dit is van de gemeente West-Voorne, cultureel centrum De Man. Daar zitten wij beneden. En dan kunnen ze hier naar binnen, maar ze mogen hier ook gebruik maken van de bar. Dus ze kunnen hier even lekker een biertje doen als ze willen of wat anders drinken. Nou, dan komen ze hier gewoon naar binnen of ze komen van beneden vanavond via de trap naar boven niet toe. Alleen maar beneden. Nee, het is niet alleen in het lokaal, maar ze kunnen ook even lekker hier naartoe. En dan gaan we hier naar binnen, kunnen we even kijken. Het is wel verboden voor honden hier. Ja, dus ik weet niet of je nou illegaal naar binnen gaat met je onderkop. Zo erg is het nog niet. Maar hier zit ook een bibliotheek en zo, maar hier heb je de bar. Dit is dus van de gemeente West-Voorne, die baat dit uit. En daar mogen wij dus gebruik van maken, dat huren wij. En ze kunnen ook nog eventueel een boekje in eigen taal. Als je voor hebben, hè? Ja, we hebben wel beneden boeken, het zijn Engelstalige boeken of wat dan ook, die kunnen ze zo meenemen. En die kunnen ze ergens anders ter wereld zo weer wegbrengen. Het is gewoon een boekenleensysteem. En zo brengen ze ook wel eens boeken weer hier terug bij ons. Dus als je Engelse boeken hebt, mogen ze bij mij komen brengen.
En dit is Truus. Truus die Truus. Zit hier voor de gemeente. Is het hier vaak een kakofonische spraakverarming? Nee, het is gewoon een normale zaak hier. Nee. Maar wel gezellig. Wel gezellig, heel leuk. Al die internationale zeelui. Ja, heel leuk. Ze komen een biertje aan de bar doen, heel gezellig. Gaan gezellig zitten appen met thuis. Facebooken, alles zitten. En dan krijgen ze weer een beetje kleur op de konen. Ja, dat is een beetje kleur, hè? Weet je allemaal, leuk. Hier kan je natuurlijk niet je officiële ruimte installeren. Nee, wat ik zeg, daar word ik veel meer gebruik gemaakt van. Bijvoorbeeld de bibliotheek, wat je dan ziet. Die zit hier ook in. Maar er zit hier ook een heel theaterzaal achter. Dus er zijn ook optredens. Ja, of de Bridge Club zit hier op vrijdagavond. Dat heb je ook. Ze hebben filmavonden. Jullie moeten kortweg gewoon een eigen ruimte. Absoluut. En liefst nog een paar meer. Ja, gewoon lekker groot. Lekker mooi. En waar we wat mee kunnen doen. Waar die gasten zich echt kunnen ontspannen. In de buurt van... Daar waar ze van boord gedropt worden, dus het liefst zo dicht mogelijk bij. Eerst Tweede Maas. Nou, toch liever in het dorp. In het dorp. Als ze in het dorp zijn, Oostvoorne, kunnen ze eruit. En eventueel Maasvlakte niet. De Zuid-Hollandse eilanden. Nou, maar vlakke, dan ja, is het alweer een eindje weg. Dat is wel een eind weg, hè? Dan kost het weer klauwen geld in het busje. En dat hebben ze niet. Nee.